Ik heb mijn opleiding gedaan aan het SLO, richting dans. Ik heb dus zowel kunnen werken als de opleiding kunnen doen in één jaar. Dus het is perfect combineerbaar. Eigenlijk iets gedaan waar ik niet veel zin in had. Het was een lerarenopleiding gedaan. Maar op het moment dat ik bezig was, vond ik het super tof. En nu ben ik heel blij dat ik dat papiertje, die opleiding heb gedaan en die ervaring heb mee op kunnen snuiven. Omdat ik nu anders niet zou doen wat ik nu doe. Is lesgeven aan amateurs, aan professionelen, aan companies, aan semi-professionelen. Mijn onvergetelijke positieve herinnering aan de lerarenopleiding is dat ik me daar gewoon ontzettend hard heb geamuseerd. Ik heb daar de beste jaren gehad van mijn leven. Ik heb eigenlijk ook de jaren gesplitst, waardoor het eigenlijk makkelijker was om werk al te combineren of hier en daar al wat les te geven. We zijn dit jaar naar Oujda geweest in Marokko, om daar eigenlijk 5 dagen les te gaan geven. Ja, dat is eigenlijk wel een heel leuke ervaring. De voordelen van de lerarenopleiding van het conservatorium in Antwerpen is dat je samen zit met een pool van professionals. Mensen met ervaring, zoals ik, die op toneel gestaan hebben. Wat ik ook heel leuk vind, is dat ik nu mijn podiumervaring ook kan meebrengen in mijn les. Andere sterke punten zijn het feit dat je zelf kan kiezen via keuzevakken of welke stageplaats je neemt, hoe jij jouw opleiding vormgeeft. Dat als je wil lesgeven in Vlaanderen als danser of muzikant of wat dan ook, dat het gewoon het conservatorium de logische keuze is.